Indien het weer risico's met zich meebrengt, waarschuwen KNMI en Weerplaza daarvoor. Er wordt voor mist, gladheid, onweersbuien, windstoten, zware regenval, windhozen en extreme temperaturen gewaarschuwd. Code geel komt geregeld voor in Nederland en betekent wees alert. Dus doe vooral je ding en gebruik het gezonde verstand als je met het slechte weer wordt geconfronteerd. Code oranje is heftiger en betekent wees voorbereid. Het komt zo'n 5 tot 10 keer per jaar voor dat er code oranje wordt uitgegeven. Dit komt omdat de limieten een stuk scherper liggen. Code oranje is dus iets om rekening mee te houden. Dit weer kan echt voor flinke problemen zorgen. Code rood wordt maar 1 of 2 keer per jaar uitgegeven en is het enige echte weeralarm. De criteria zijn hetzelfde als bij code oranje. Alleen wordt er nu ook met verschillende grote partijen zoals ProRail, Schiphol, de ANWB en het ministerie van Binnenlandse Zaken gekeken of het weer grote impact heeft op de samenleving. Zo zullen code oranje condities tijdens de avondspits een grotere impact hebben dan dezelfde condities 's avonds om 11 uur. Grote kans dus dat in de avondspits wel een weeralarm wordt afgegeven en om 11 uur 's avonds niet.